In Zwijndrecht zijn een man en een vrouw gewond geraakt toen ze met hun auto van de dijk reden. Dat gebeurde aan de Lintse dijk ter hoogte van de Oude Maasweg. De auto sloeg over de kop en botste onderaan de dijk tegen een hekwerk. De man raakte bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden geknipt. De man is vervoerd naar het ziekenhuis. De vrouw kon ter plekke behandeld worden aan een hoofdwond. Niet alleen op de A13 en de A12, maar ook op de A16, ter hoogte van knopend Ridderster en op de Van Brienenoordbrug, zijn auto's beschoten. Dat blijkt uit onderzoek van het Korps Landelijke Politiediensten. Het korps deed onderzoek naar aanleiding van de beschoten auto's afgelopen zondag. Er hebben zich 32 getuigen gemeld. De politie gaat ervan uit dat de schutter een luchtdrukwapen gebruikte. Het Lotus Renault team is volgende week zondag niet aanwezig in Rotterdam bij de zevende editie van de Bavaria City Race. De organisatie van het autosportevenement in Rotterdam had een overeenkomst met de Formule 1-renstal, maar Lotus Renault kwam met extra financiële eisen. Vandaag een dag met veel bewolking. Vanochtend meestal droog, maar vanmiddag en vanavond kan er af en toe wat lichte regen vallen. Geen grote hoeveelheden. Het wordt zo'n 20 of 21 graden.